Dit is het DRTV-nieuws van maandag 25 maart. Met vandaag onder meer oorlog in Batman. Fantastisch kinderfilmfestival. En opendag modelspoorclub. Batman behoorde in 1814 tot het strijdtoneel in de strijd tegen de Franse troepen. Troepen van de nationale militie, Kozakken en Pruisen, die in die tijd rond Batman hun kampementen hadden opgeslagen met als doel de Fransen bij Deventer te verslaan, kregen net bij het dorp en bij de Schipbeek diverse keren met de Franse bezetters aan de stok. Afgelopen weekend werd dit door leden van de Napoleontische Associatie der Nederlanden nagespeeld. Tijdens het evenement Batman spant de kroon. Het was een soort generale repetitie voor een nog groter evenement dat volgend jaar plaatsvindt in Batman. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Batmanse Oranjevereniging. 1, 2, 3, 4, hoedje, wat papier. Volgend jaar in 2014, dan komen er 1000 militairen en dan doen we het hele grote gebeuren nog eens een keer na. Want dit waren alleen nog maar schermutselingen. Het plan is dan om rond eind mei de kampementen rond Batman zo natuurgetrouw mogelijk na te bouwen en de omstandigheden zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen. Het moet een bijzonder kleurrijk openluchtspel worden, met zeer veel deelnemers, waaronder ook veel Batmanaren. Binnenkort zendt DRTV een langere reportage uit van de schermutselingen van afgelopen weekend. Filmhuis De Keizer en de Leeuwenkuil stonden afgelopen weekend in het teken van het fantastische kinderfilmfestival. Zowel zaterdag als zondag openden de beide instellingen net als vorig jaar hun deuren voor de kleinste bezoekers van Deventer en omgeving. Deventer was de 6e locatie waar het evenement gehouden werd. Er waren diverse activiteiten waaraan je kon deelnemen. Kinderen die komen naar het filmhuis en kopen daar een kaartje voor een film naar keuze. En krijgen daarbij ook een zakje met winkel, rinkel, warenhuis en een toegangsbandje tot de speeltuin van de verbeelding. En in ons winkel, rinkel, warenhuis kunnen ze allerlei dingen doen. Zo kunnen ze met een gouden muntje bonbons maken, een oranje muntje stempels en het rode muntje kunnen ze appelsap mee krijgen. Normaal kijken de kinderen graag naar tekenfilms. Maar nu kregen ze ook de mogelijkheid om te zien hoe zoiets gemaakt wordt. We willen laten zien aan de kinderen wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken bij het maken van films. Dus kunnen we bijvoorbeeld ook een eigen stop-motion filmpje maken. Daar maak je allemaal hele kleine framepjes stuk voor stuk. En uiteindelijk wordt dat een tekenfilm. En dat is best veel werk om te doen. En zo laten we ze zien hoeveel tijd het kost bijvoorbeeld om een tekenfilm te maken. Het fantastische kinderfilmfestival is enorm gegroeid. Het evenement reist nu door heel het land. Dit is de 2e keer in Deventer. Het is de 3e keer dat we met het festival rondreizen. Want we reizen door Nederland langs 12 verschillende plekken. Dit is de 6e plek, dus we zijn ook nog elders in het land te zien. En het is ooit ontstaan tijdens het Amsterdam Fantastic Film Festival als kindermiddag. En het is steeds groter geworden. En sinds 3 jaar zijn we een zelfstandig rondreizend festival. In 2015 moet het Stationsplein een nieuwe fietsenstalling rijker zijn. Opvallend hierbij is dat het stallen van de fiets gratis wordt. De gemeente Deventer en ProRail zijn dit overeengekomen. De gemeente Deventer stelt 5,1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanleg van de fietsenstalling. Om er toezicht op te houden wordt nog eens 70.000 euro vrijgemaakt. De gratis stalling moet ruimte bieden voor iets meer dan 3600 fietsen. De explosieve opruimingsdienst heeft gisteren opnieuw 4 bommen onschadelijk gemaakt in de uiterwaarden bij de IJssel. Ook vorige week gebeurde dat, waarvan hier enkele archiefbeelden. De werkzaamheden zijn goed verlopen. Om 11 uur zondagmorgen kon de laatste bom veilig worden gesteld.
Op dit moment zijn er dus 8 bommen, waarvan de ontsteker nog intact was, onschadelijk gemaakt. De volgende bommen worden zaterdag 13 april geruimd. De bommen zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Engelsen gedropt in een poging de nabijgelegen spoorbrug te raken. Ze moeten onschadelijk worden gemaakt omdat er geulen gegraven moeten worden vanwege het project Ruimte voor de Rivier. De gemeente Deventer gaat een aansluiting maken vanuit de nieuwe wijken De Wijtenhorst en Douwelen-Leiden in Schalkhaar op de Nico Bolkesteinlaan ter hoogte van de Kolkmansweg. Oorspronkelijk wilde de gemeente dit niet. Het verkeer zou via de Oerdijk moeten worden geleid. Maar volgens Platform Schalkhaar zou dit te veel verkeershinder in het dorp Schalkhaar tot gevolg hebben gehad. Platform Schalkhaar ging naar de Raad van State en werd uiteindelijk door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Wij zijn blij dat het nu gaat gebeuren, maar vinden het wel jammer dat de gemeente Deventer eerst onze argumenten in de wind sloeg, waardoor we ons genoodzaakt voelden ons tot de Raad van State te wenden, aldus een woordvoerder van Platform Schalkhaar. In 2010 heeft het platform met de gemeente Deventer een overeenkomst gesloten waarin onder meer is afgesproken dat de aansluiting er komt. Modelspoorbanen, een veelzijdige hobby. Op zaterdag 23 maart was het voor ieder mogelijk om kennis te maken met de Modelspoorclub Deventer, gevestigd aan de Nijmegense straat. Het aanleggen van spoorbanen, het nabootsen van landschappen en het bouwen van digitale besturingssystemen was allemaal zichtbaar tijdens de open dag. Het is niet topdruk zoals we gewend zijn, maar goed, het was dus nu een ingelaste, omdat ook Zutphen een beurs had, Zwolle die had wat, stond er in de krant samen. Dus ja, dan moet je dus gewoon ertussenin. Maar we hebben gezegd, we proberen dit, we vragen geen toegang. Dus we laten iedereen eens even kennis maken hoe het nou met de club is. De Model Spoorclub is in 1984 opgericht en telt momenteel 32 leden die samen de Model Spoorhobby beoefenen. De gemiddelde leeftijd wordt iets te hoog. Ze zeggen, oké, er kunnen wat jongeren bij. We hebben dan de jeugdbaan nu geïntroduceerd, waar ze ook zelf de baan kunnen bouwen. En zelf een inbreng kunnen hebben van, nou, dat zouden we graag willen. En we zoeken dus echt wel jeugd. En we hebben dan in het begin, heb je wel het jeugd, maar ja, dan krijgen ze verkeering of zo. En dan zegt het meisje van, ah, kinderachtig, wie gaat er nog met treintje spelen? En dan, is het, dan moeten ze keuze maken en dan is het vaak een keuze voor het meisje. En dan vervalt de baan, hè. De jeugdbaan is niet het enige wat pas gebouwd is. De nulbaan is helemaal compleet nieuw. De N-baan die wordt helemaal gerenoveerd. En de Merklinbaan is ook in zich heel vernieuwd. De club beweert dat iedereen welkom is als lid. Ook diegenen die nog geen ervaring hebben met deze hobby. Aldoende leer je, is dus ook hun motto. We hebben ook mensen dus die huisjes maken. En ik maak zelf dus wel eens boompjes en ja, allemaal verschillende. Maar er komen mensen binnen die hebben een bepaalde inbreng. En die zeggen, oh, dat is ook wel leuk. Oh, zo, dat past op een baan. En dan na verloop van tijd zeggen ze, oh ja, laten we eens lid worden. Een paar keer komen kijken en dan word je echt enthousiast. En zeggen, nou, dan wil ik wel meedoen. Ja, zo is het. Naast technische kennis en creatieve ideeën kan gezelligheid zeker niet ontbreken binnen de Model Spoorclub Deventer. Het is gewoon ook de vereniging op zich. Je hebt vandaag misschien wel gehoord, er was flink gelachen. We hebben schrik onder elkaar en dat hoort er gewoon bij. Het is een leuke hobby. Heel leuk. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl. Meer DRTV? Volg ons via YouTube, Facebook en Twitter.